Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering. En in deze aflevering gaan we het hebben over Ravelijn. En daar hoor je onze mening over Ravelijn. Nou ja, Ravelijn. Voor iedereen denk ik die luistert wel bekend op het moment. Ik weet niet of iedereen hem al heeft gezien. Ik denk ook niet dat je heel veel mist als je hem niet hebt gezien. Nee. Maar inmiddels is de show ook alweer veranderd. Wanneer is het een... Dat is trouwens al best 2000, even geleden weer, hè? 2012. 2013. Ja, 2012 is er ook een verandering geweest, maar... Nou, 2013 is hij echt opnieuw aangekondigd als een vernieuwde show. Maar dat vond ik al best even geleden in ieder geval. Dus die nieuwe show is altijd een beetje een... toen die aangekondigd werd, voor iedereen een beetje een soort idee gehad van... Ja, dat is de reddende engel van Ravelijn. Maar wat vindt iedereen op het moment van Ravelijn? Toch niet echt. Ja, voor mij is Ravelijn is in mijn ogen gewoon een stomme smoes van de Efteling geweest om een duur kantoor neer te zetten. Ja. Want de Efteling die wou een nieuw kantoor. Ze wouden een mooi kantoor. Maar best wel gelukt. Ze wouden ook een nieuwe attractie voor de bezoekers. Dus bouwen ze gewoon een duur kantoor. En aan de kant van de bezoekers is het een decor. We bouwen een tribune voor. We gooien er een goedkoop showtje in. En we zijn klaar. Ja. Ja, maar aan de andere kant had de Efteling het toch wel nodig. Want als je keek waar ze eerst in zaten, dat was ook wel zo armoedig. Dat kon ook eigenlijk weer niet. En ja. Ja, dat is dus inderdaad het goede van Ravelijn, dat het gewoon een prachtig kantoor is geworden. Ja, kijk maar, als jij je relaties, zakenrelaties naar binnen laat, ja, dan zijn ze wel onder de indruk. En dat is natuurlijk ook wel, ja, ook wel ergens goed nodig. Ja, je maakt als park wel indruk op jouw zakenrelaties, al heb jij een gigantisch kantoor wat er echt prachtig uitziet. En dat je daar ook nog eens een parkshow in hebt. Kijk, dat die parkshow nou kwalitatief niet zo hoogstaand is. Dat maakt die meeste zakenrelaties niet zo uit. Dat zal ze niet zo opvallen. Nee, oké, maar... Alle respect trouwens voor iedereen die Ravelijn lichtpuntje... wel leuk vindt. Maar wij vier zijn allemaal niet zo heel enthousiast. Nee, één lichtpuntje voor deze show. Kijk, het is natuurlijk alleen de show. En het theater op zich kun je wel gebruiken voor heel veel andere leuke shows. Dus we zien wel een lichtpuntje dat het wel gaat verbeteren, hoor. Ja, want wat het is met deze show... alles wat makkelijk aan te passen is, is slecht. Alles wat moeilijk aan te passen is, zoals de kostuums, wat in principe nou ook niet zo heel lastig aan te passen is. Maar dan hebben we gezien dat het nou aangepast is. Dus kostuums, het decor, die gigantische draak, waar we in principe dadelijk wel even op terug kunnen komen. Het decor en het restaurant bijvoorbeeld. En zo. Dat is allemaal heel goed gedaan. Dat is echt gewoon top. Dat is echt van topniveau. Alleen, ja, die show, gewoon hoe de... Ja, ik weet niet wie dat geregisseerd heeft, ik weet niet wie dat script geschreven heeft, maar de persoon die dat heeft... Continu in beweging. Ja. Later van... Pufu, inderdaad. Ja. Het probleem bij Ravelijn is, er staat een enorme draak midden in de arena. En die staat eigenlijk alles in de weg, want die draak die staat er gewoon en die kan ook niet weg. Dus... is een hele hoop ruimte die ze niet kunnen benutten. Eigenlijk is het maar een hele kleine cirkel om die draak heen die ze tegenwoordig benutten. Want dan hebben ze ook nog eens beslist van kom, we zetten ook nog een poort en een grote vijver langs die draak. Ik denk dat die draak niet zo heel erg een probleem is. Ik ben zelf ook in Puy de Fou geweest en ze zetten daar wel echt hele geweldige shows neer. Dus ik snap niet waarom Puy de Fou nou eigenlijk zo gefaald heeft in de Efteling. Maar als je kijkt naar de decors en de arenas in Puy de Fou, daar hebben ze ook meestal niet zo heel veel ruimte. Ik weet zeker dat Puy de Fou met een gigantische draak midden in een arena zelfs nog een goede show had neer kunnen zetten. Al is het hier wel zo, hier heeft Puy de Fou heeft hier met een bestaand verhaal, een bestaande arena. Ze hebben er weinig aan kunnen aanpassen in principe. Ze hebben niet echt in de grond kunnen graven om die poort op en neer te kunnen laten gaan in ieder geval. Dat hebben ze allemaal niet gedaan. Dus, en in Puy de Fou zelf... En dus bijvoorbeeld, bijvoorbeeld die Viking show, waar die Vikingboot uit het water komt. Ik ben zelf, ik kan wel Frans een beetje, maar ik kan die shows niet helemaal volgen. Het lijkt me dat er een heel goed verhaal achter zo'n show zit. Maar ja, bijvoorbeeld die Vikingboot die uit dat water komt, die heeft er vast wel iets mee te maken. En hier heeft die draak ook iets met verhaal te maken, maar hier is die show niet eerst gedaan.
en toen het verhaal. Hier is het verhaal eerst gedaan, toen de show. Dat is denk ik ook een beetje een probleem geweest. Ja, hoe hard het ook klinkt, maar ze moeten gewoon afscheid nemen van dat verhaal van Paul van Loon. Het is een heel goede kinderboekschrijver en boek op zichzelf is ook heel mooi boek. En al, en tekeningen die er staan zijn ook heel mooi. Alleen, dat verhaal leent zich niet voor een parkshow, helaas. Ja, inderdaad, wat Adam net zegt, die vikingboot die uit het water komt, er zit wel inderdaad een verhaal achter. Het gaat over een dorpje wat wordt aangevallen door vikingen. Dat is echt simpeler dan dat kan niet. Nee, Ravelijn gaat over 5 kinderen die uit een of ander raar huis een poort ontdekken, naar een andere wereld ontsnappen, een of andere stad moeten bevrijden van een vrede heersen met graffers en draken en weet ik veel wat er allemaal nog allemaal bij komt. Daar valt gewoon geen show op te baseren. Dat is gewoon het grootste probleem van Ravelijn. Ja. Dat is het grootste probleem waarom er geen goede show in Ravelijn kan. En bij wat je net zei, hier tekent zich de eenvoud, hè? Gewoon simpelweg een klein kort verhaal waar heel goed uit te beelden valt. Veel actie eromheen en je hebt een goede show. Ja, want dat is ook iets waar we een beetje mee zitten. De actie in Ravelijn, moeten zeggen. Het zit er wel in. Persoonlijk ben ik iets meer fan nog van die show van 2011-2012. Maar ja, volgens jou was hij duidelijker, maar dat vond ik niet. Duidelijker niet per se, maar ik vond de herhalingswaarde een stuk groter, eerlijk gezegd. Ja, oké. En die nieuwe show, die vind ik echt gewoon heel erg saai. Maar ik denk, er zit best wel veel spektakel in, zoals dat vuur wat uit de muren komt. Maar het is allemaal zo van... Het is heel voorspelbaar. En bijvoorbeeld van die dingen zo van, oh laten we trucjes gaan doen met paarden, dat is wel gaaf. Maar dat is gewoon heel slecht time bijvoorbeeld. Dan is die draak net de grond uit en dan staat hij daar zo te bewegen met die koppen en zo. En dan gaan ze trucjes doen op een paard. Ja, terwijl je bijna doodgaat. Ja, dat is hetzelfde met die vorige show. Ik bedoel, je broer ligt half dood op de grond en wat ga je doen? Een fluit solo spelen. Ja, inderdaad. Toen net ook al zei Draconicon, is gewoon een probleem. Ook omdat Draconicon, die heeft er gewoon heel veel tijd nodig om omhoog te komen. Ja. En wat denkt de Efteling dan? Wij vullen de tijd op om een beetje trucjes te doen. Ja. Inderdaad, wat Adam net al zegt. En als het dan ook nog eens echt spectaculaire trucjes waren. Ja, maar deze trucjes, ze zijn wel leuk om te zien, maar echt heel spectaculair zijn ze niet. Ja, even voordat we wat inderdaad bij die trucjes... Alle respect voor die acteurs, want ik snap dat het heel lastig is om die trucjes te doen. Maar het ziet er gewoon niet zo heel spectaculair uit. Nou ja, maar met een paard of een ruiter kun je ook niet zoveel spectaculairs doen natuurlijk. Nee, maar ja, en wat ik ook nog wil even zeggen. In die show, heel veel dingen die in die show zitten, die zitten erin omdat het kan. Omdat het zogenaamd spektakel is. Ja. Ja, waarom zouden we geen vuur uit de muren laten komen? Waarom zouden we geen... brandende ruiter langs laten komen of want dat is ook zoiets. Ja. Ze zit totaal niet in het verhaal. Ze zit niet in het verhaal. Olaf zegt dat die brandende ruiter ze zal doodmaken. En hij komt voorbij gereden en daar is het. Nee, ja, oké. Dat stukje kan ik niet plaatsen, maar de andere kant de vuur uit de muur. Kijk, dat kun je zien als een effect. Maar het is wel een soort tovenaar, dus dat kan ik wel plaatsen hoor. Maar net wat ze ook in de vorige versie van de show hadden, is dat ze opeens midden in de show, dat ze dan een ladder rechtop op het in het decor zetten en dat ze daar gewoon overheen gingen springen. Daar had ik toen ook zoiets van, waar is dit voor nodig? Wat doet een ladder midden in de arena? Of een gekleurde stok neerleggen en dan eroverheen springen. De regenboogstok van Joost was het, geloof ik, hè? Joost is... het spijt als ik niet alles meer weet over het verhaal en over de show. Nee, maar totaal niet. Want ik heb hem ongeveer 6 maanden al niet gezien. En we komen hier bijna iedere week. Ja. Dus het zegt toch genoeg, denk ik. Dus ja, ik weet al die namen niet. Maar volgens mij was de bruine ruiter, Joost. Ja. Joost, ja. De jongste ruiter van... De aarde, inderdaad, ja, dat is Joost. Ja. Oké, even genoeg over de show gepraat zelf. Ja, misschien even over de setting, want daar ben ik wel heel positief. Ja, daar kunnen we allemaal heel mooi. Dat dan? Het principe is op zich wel leuk, want het decor wordt goed benut, de ruimte die er is, wordt goed benut. Maar eigenlijk vind ik daar als een attractiepark, moet je naar je bezoekers toe niet
over gaan komen van kijk, we hebben een groot kantoor, bladibladibla, dat vind ik gewoon eigenlijk niet kunnen als attractiepark, want als attractiepark moet je eigenlijk het geld, vind ik, wat je hebt, besteden, of ja, investeren in je bezoekers. En dat doe je niet met een groot kantoor neerzetten. Nee. Nou, uiteindelijk wel goed, doe je dat wel met een groot kantoor neerzetten, maar zo komt het inderdaad niet over op de bezoekers. Ik zou dan zeggen, doe dan in ieder geval alsof je al het geld in het park steekt en niet in de kantoren. Dat doen ze ook. Even één ding. Je loopt, je staat op het Ton van de Ventplein, je ziet een poort van Ravelijn, dat trekt de aandacht. Je loopt door die poort heen, dan kom je in de arena en je ziet tijdens de show de poort opnieuw. Dat vind ik persoonlijk ook niet heel logisch. Nee, dat klopt niet helemaal. Maar ik moet zeggen, over dan met dat kantoor, ik denk eerlijk gezegd dat mensen, dat 9 van de 10 mensen hebben er niet eens in de gaten dat een kantoor is. Nee. Want wij rijden, ik kom altijd met een bus vanuit Den Bosch, die fietsen meestal maar. Vanuit de straatkant vind ik het ook wel weer heel mooi uitzien. Ja, het ziet heel mooi uit. Ja, maar ik had met de bus en 9 van de 10 keer zit er iemand achter me of voor me. En die zegt zo, ik kijk het Efteling Hotel. Niemand heeft in de gaten dat het een kantoor is. Nee, ik ga dan af en toe ook wel eens met de bus en dan hoor ik het inderdaad ook wel. Ja. Dat mensen zeggen van, hey, dat is het Efteling Hotel. Of, hey, daar heb je dat grote restaurant. Ja, Niemand weet het. Niemand dus weet echt dat precies wat het is. Nee. Een goed ding lijkt me toch. Ja, en dat vind ik dan persoonlijk juist heel jammer. Want ik zou er graag wel willen zitten, maar wel kijkend naar een goede show. Ja. Een hele leuke show. En vooral s'avonds. Met de extra verlichting, dan zou ik dat op zich niet verkeerd vinden om daar, dan heb je toch iets meer toevoeging aan je dag nog. Ja, vooral voor ons is het gewoon, is het in principe, ik bedoel, we moeten onszelf nou, mensen die iedere week komen, het is luxe, we moeten onszelf niet heel belangrijk beschouwen dat we hier iedere week komen. Nee. Maar herhalingswaarde in een show of in een attractie is belangrijk gewoon. Ja. Want ik bedoel, zoiets als Pandadroom, daar zijn we allemaal over uit, daar kunnen we niks zo, daar kunnen we niks aan doen. Daar is gewoon, zal maar even op stil zetten. Ja. Daar kunnen we niks aan doen, dat is gewoon een beetje een flop daar. Ja. Heeft weinig herhalingswaarde. Inderdaad. Maar zoiets als toen vroeger de parkshows in het Efteling Theater, die hadden veel herhalingswaarde. Daar kon je iedereen heen gaan. Dat vond ik dus ook, dat punt, van daar wilde ik ook weer graag naartoe naar het theater, maar ook naar zo'n parkshow. Ja. Zou best leuk zijn. Ik vind persoonlijk de keuze voor een openluchttheater in de Nederlandse cultuur vind ik persoonlijk ook niet echt optimaal. Nee. Als je gewoon een dicht theater had gebouwd, gewoon wat klein, niet zo groot als het Efteling Theater, maar gewoon een wat kleinere versie van het Efteling Theater, waar je dan parkshows in kunt opvoeren. Daar kun je qua variariteit van shows kun je daar veel meer mee. En dan kun je ook bijvoorbeeld een show als dit kun je ook gewoon opvoeren. Dat kan ook gewoon in het donker. Of in een gebouw bedoel ik. Binnen kun je het uitlichten als daglicht. Dus, Maar want het is helemaal nergens voor nodig. Want we hebben hier een gigantisch mooi theater staan. En ik bedoel, ik heb wel eens van Bart de Boer heeft volgens mij een keer in een interview gezegd dat ze dat hebben gedaan. De show, parkshow uit het theater halen voor de duidelijkheid. Omdat het te ver buiten de normale kring waar mensen zijn, weet je wel, de rijken. Ja? Overdag zie je weinig mensen op de Produceerpromenade en het Dwarrelplein, dus ik snap het in principe wel. Maar het is heel makkelijk om daar mensen heen te krijgen, neem ik aan. Ja, natuurlijk, dat ging vroeger toch ook gewoon goed. Ja, inderdaad, zet er een restaurantje neer. Bijvoorbeeld toen met Tieke en Sjaar hadden ze nog een koets door het park laten rijden die mensen erheen trok een beetje. Ja. Dus ik bedoel, dat is helemaal niet zo heel lastig om dat te doen, mensen richting dat theater krijgen. Dus het is eigenlijk een beetje een slap excuus. Ik denk dat het eerder een smoesje was om de parkshows uit het theater te halen. Ja, dus aan de andere kant wel een soort van kern van waarheid. Ja. Is het theater is ook ooit los geweest van het park, dat het niet in eigendom was van de Efteling, of hoe zat dat nou? Het theater staat los van het park, maar het is wel onderdeel van Efteling BV. Efteling BV heeft zeg maar de wereld van de Efteling zoals ze het zelf noemen. En daar zijn het Efteling Theater, het Efteling Park, het Efteling Hotel, Efteling Bosrijk en het Efteling Golfpark zijn daar onderdeel van. En tegenwoordig ook het Loonse Land. En al die dingen samen vormen dan gewoon de Efteling.
En eerst was het zo dat het Efteling Theater viel eerst onder het Efteling Park. En dat hebben ze afgesplitst zodat ze ook gewoon s'avonds grote musicals in konden draaien. Ja. Oké, dan gaan we even terug naar Ravelijning. Ja, dat was het originele onderwerp van deze aflevering. Ik denk, een parkshow in Ravelijn kan wel, is een goed idee. En dan gaan we meteen even door naar de toekomst van Ravelijn. Ik denk inderdaad, zoals we net al zeiden, dat we af moeten stappen van het verhaal van Paul van Loon. En dat er gewoon een compleet nieuwe show in moet met een simpeler plot. Dat sowieso, meer spektakel waarschijnlijk, gewoon iets wat een grotere herhalingswaarde heeft. En Ravelijn is niet gebonden echt aan het verhaal. De setting is niet gebonden aan het verhaal, bedoel ik. Nee. Je kunt er een show met een ander plot gewoon in die arena kwijt. Ja, want in principe Ravelijn was gewoon een soort vestingstad, zeg maar, voor iets. Ik weet niet precies wat het dan voor diende. Maar je kunt het gewoon Theater Ravelijn noemen. Ja, dan ben je er al uit. Behouden. Want dan hoef je eigenlijk alleen, in principe hoef je dan niks te veranderen. Want als je er gewoon Theater Ravelijn van maakt, dan kun je het wapen van Ravelijn, kun je gewoon bouwen, want het staat in Theater Ravelijn. Inderdaad. En waar ik voor zou kiezen bij een volgende parkshow, is een show te kiezen zonder dieren. Want dan zit je ook niet in ieder geval zonder vogels. Paarden of dat soort dieren zou eventueel nog wel kunnen. Maar het is gewoon bewezen dat de Efteling het niet voor elkaar krijgt om een goede vogeltrainer hier naar het park toe te krijgen. En op paarden zijn ze niet echt ingeslaagd om die goed te trainen. En ook het probleem is dat de vogels, die vliegen dan het restaurant in. Dat willen we natuurlijk ook niet hebben. En omdat die vogels het restaurant invliegen, hebben ze nou tegenwoordig net dat ervoor hangen. Ja, dat ziet er natuurlijk ook niet uit. Ja, ik bedoel, ik denk heel eerlijk gezegd dat de Efteling als toch wel familiepark en een beetje toch iets, een park wat denk ik niet echt heel goed met spektakel om kan gaan. Gewoon af moet stappen van een spectaculaire show. Ja, oké, ik zie al hun handen omhoog gaan. Ja. Ze kunnen denk ik wel met spektakel omgaan. Ja, ik denk aan Aquanura, dat is spektakel, dus daar kunnen ze wel mee omgaan. Dat is vrij extern gedaan. Dus denk ik wel gedaan. Ik bedoel, maar waarom kunnen we wel show, een nieuwe parkshow kan ook extern gedaan worden? Ja, het kan wel. Ja, maar goed. Dan moet er wel gekozen worden voor een nieuw verhaal, want als je gaat kijken, dat sowieso, de huidige show is ook extern gebeurd, maar wat er van terecht gekomen maar is. Als PewDiePie gewoon een nieuwe show ontwerpt, los van het verhaal, dan verwacht ik natuurlijk dat er een fantastische show komt. Ja, alleen ik denk dat hetgene wat Efteling nou tegenhoudt, is denk ik de kosten. Want om Draconicon omhoog en omlaag te laten komen, is natuurlijk gewoon een enorme constructie gebouwd. Wat gewoon heel veel kost om die te verwijderen. En dat is gewoon niet 1, 2, 3 zo gebeurd. En de Efteling wil toch investeren in toevoegingen in plaats van vervangingen. Ja, en laten we eerlijk zijn, Ravelijn trekt nog altijd gewoon bezoekers. De gemiddelde dagjesbezoeker is echt nog wel gewoon positief over Ravelijn. Die vindt het gewoon een leuke show. Zolang dat nog zo is, hoeft de Efteling de show echt niet te vervangen. Ja, dat is ook waar ik wel zie. Wij zijn veel kritischer. En een gewoon dagjesmens, die heeft zoiets van, oh, dat is toch een leuke show dit. Het is wel zo. Ja, het is precies hetzelfde met de Vliegende Hollander. Bijvoorbeeld, misschien kennen mensen die wel, Peter van der Vorst had op Twitter letterlijk gezegd van, voor opnames in de Vliegende Hollander geweest, wat een topattractie. Terwijl wij er wel over denken van, ja, het is een leuk ding, maar ik kijk er tegenwoordig ook wel tegen anders tegenaan. Ja, ik kijk er tegenaan van, het is een hele leuke attractie, maar geen topper. Nee, dat niet. Aan of zo, in mijn ogen. Maar, dat merk je heel vaak. Het is gewoon, het dagpubliek is gewoon heel anders. Want ik merk ook wel eens dat dagpubliek bijvoorbeeld attracties als de Vliegende Hollander zelfs boven dingen als Fata Morgana zet. Ik kan me daar eerlijk gezegd niet in vinden, maar dat is gewoon omdat dagpubliek heel anders is. Wij zijn gewoon veel kritischer. Wij zijn heel sterk. Wij kijken veel kritischer naar die dingen. Net zoals van die parkshows, want wij zijn heel veel gewend natuurlijk. Ja, wij met wel. Dingen als de Andersen Sprookjesshow. En dingen als Tika's Jaren. Ja, Tika's Jaren was schijnbaar volgens veel mensen iets minder. Ik vond het een leuke show. Ja, ik vond hem ook wel leuk. Ik vond het een leuke show. Maar
ja, wij zijn gewoon zoveel gewend dat Ravelijn gewoon een beetje een ja, soort smet. Ja, ik denk vooral dat mensen zich heel verwonderen over de... Wat je merkt bij het moment dat het doek naar beneden valt, dat ze zoiets hadden, hé, er zit best mooi decor achter. Ja. Dat merk je ook heel vaak dus. Ja, wat jullie net al zeiden van dat dagse bezoekers hebben zoiets van, het is wel een leuke show. Dat vind ik ook, een bezoeker moet na zijn show, moet heel enthousiast zijn over een show. Ja, ik merk het ook, ik ben al in Fantasialand, ben ik ook bij een van de parkshows geweest, Jump. En daar merkte ik ook gewoon aan de bezoekers dat ze ook niet heel enthousiast die zaal verlaten. Ik ben ook persoonlijk niet zo heel enthousiast over Jump. Kijk, het is leuk in elkaar gezet, maar daar houdt het dan weer mee op. Niet over Fantasialand praten in onze podcast. En dat mag wel, je mag best vergelijkingen maken. Een review over Jump in Fantasialand. Ik weet niet of er helemaal bij... Vergelijkingen zijn nooit weg, maar... Nee, oké, de Europa Park Riddershow. Nee, die hebben we allemaal nog niet gezien. Hey, maar... Ja, wel. Ik heb die... Oh, jij hebt hem gezien. Nou, volgens mij... 2012 was dat volgens mij de Musketeers, dacht ik. Ja, ja, klopt. Ja, die was ook wel goed. Dat was een goede show. Ja. Dat is misschien iets waar de Efteling zich wel aan kan. Dat is inderdaad... Maar jongens, we gaan een beetje off-topic, dus... Ja, we gaan door. Ja. Ja, okay. Ja, ik denk dat we bij deze aflevering wel kunnen afsluiten en dat we hier bij besloten hebben van het gebouw is mooi, alleen de show moet gewoon heel erg verbeterd worden en gewoon voor een nieuwe avond. Nou, heb ik een laatste rondvraag. Als de show verandert, zou er dan meer te vinden zijn? Ja, dat ligt er natuurlijk heel erg aan hoe de show verandert. Ja, in positieve zin natuurlijk. Ja, dan zal ik er zeker mee te vinden zijn. Ik vind dat een fijne plek om te zitten, vooral het restaurant. Het restaurant, het water van, maar, hè? Het water van, maar nou ook niet meer, omdat die netten nog hangen. Ik vind het heel verschrikkelijk dat die netten nog hangen. Voor jou dezelfde vraag. Ja, dat ligt natuurlijk aan de kwaliteit van de show. Als het echt gewoon een show is met een hoge herhalingswaarde en echt een show die je echt verbaast uit het theater laat lopen, dan zal ik er zeker veel meer te vinden zijn. Ja, sluit ik me helemaal bij aan bij Luc. En ik denk, ja, dit gaat gebeuren in de toekomst, maar nog niet zolang de Efteling daar nog geen direct voordeel van heeft. Ik denk niet voor 2020. Nou, dan had ik nog één kleine vraag, maar dit is even snel beantwoord, denk ik. Als je Ravelijn nu een cijfer zou moeten geven, wat zou je het nu geven? 6. Heb je het over de show of over het gebouw? Of over het totaal concept. Heel totaal. Okay, dan verander ik naar een 7. De show een 6. Ik ga voor een 6,5. Nou, dan ga ik denk ik voor de... Ja, als ik totaal gezet, is lastig omdat de ene helft goed is en de andere helft niet. Dus dan zou logischerwijs op een 5,5-6 uitkomen, denk ik. Ja. Ah, dan geef ik hem een 6. Heel negatief. Nou, bij deze sluiten we af. En wij zijn vanaf nu iedere tweede dinsdag van de maand te luisteren. Te beluisteren. En volg ons via Twitter, Facebook en natuurlijk op YouTube zijn we gewoon te vinden. En pretparksblog met dubbel Z. Momenteel in onderhoud. Ik verwacht hem zo rond... wat zal het zijn? 20 oktober of zoiets verwacht ik hem weer open te hebben. Hou het goed in de gaten. Ik zou zeggen, hou het zeker goed in de gaten, want op die site zijn we dan ook te vinden weer. Ik zeg gewoon, houdoe. Houdoe.